Welkom op Campus Dek. Vorig jaar werd er opnieuw een werkgroep mosselkleven ingeblazen. Met deze werkgroep hebben we twee doelen voor ogen. 1. De biodiversiteit verhogen en 2. Een groene ruimte creëren op onze campus. Deze groene ruimte gaan we inzetten om meer bewegingsruimte te creëren voor onze leerlingen in het groen, om eventueel lessen in open lucht kunnen te geven en om ook de buren en de fosscouting mee kunnen laten genieten van dit project. Onze leden van onze werkgroep zijn... Mevrouw Keuleers, meneer Lennerts, mevrouw Pauwels, mevrouw Pasca en meneer Tots. En aan deze kant zien we nog mevrouw Heilesson, mevrouw Smets, mevrouw Gioris en mevrouw Matthijs. Onze groene plannen voor de campus werden uitgewerkt in een masterplan. En in dit filmpje gaan we meer uitleg geven over het masterplan. Maar eerst zou ik wel het goede nieuws willen melden dat onze MOS-subsidieaanvraag, die we hebben ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant, dat die is goedgekeurd. En dat wil zeggen dat we eigenlijk fase 1 van ons masterplan effectief gaan kunnen uitvoeren. Voor de vergroening van de speelplaats van de middenschool hebben we een subsidie voor een kleine 10.000 euro gekregen. En om de zone achter de fietsenstalling aan te pakken, hebben we voor het Atheneum een subsidie gekregen van iets minder of net geen 7.000 euro. Met het masterplan willen we 3 zones aanpakken. Speelplaats 2, de zone rond en achter de fietsenstalling en de zone langs de sporthal. In fase 1 van het masterplan pakken we speelplaats 2 aan. We tonen jullie graag onze plannen. Voor onze tweede speelplaats kiezen we om in te zetten op groenbeleving en ontspanning voor onze leerlingen. We gaan sowieso voorzien in buitenklassen, dat onze leerlingen bij goed weer of bij mooi lenteweer buitenles kunnen krijgen, dat ze vertrouwd geraken met de groene omgeving. We kiezen ook voor een groene invulling langs de gebouwen, om ervoor te zorgen dat we een natuurlijke filter krijgen tegen het zonlicht. Namelijk in de zomer warmen we onze lokalen heel zwaar op, en dit lossen we op door die leivormen die we gaan planten. Qua ontspanning voorzien we extra zitgelegenheid, een vrij podium voor onze leerlingen, en in een tweede fase gaan we onze buitenklas overdekt realiseren, en een voetbalkooi dat onze leerlingen ook sportief aan de slag kunnen gaan. Op hetzelfde moment starten we ook met de uitvoering van onze plannen achter de fietsenstalling. Voor de zone achter onze huidige fietsenstalling kiezen we om in te zetten op ecologie en educatie. De aanplanting die voornamelijk zal gebeuren met bloemrijke borders is zeer interessant voor onze insecthotels en onze bijenkasten, die zowel voor onze leerlingen als de leerlingen van de lagere scholen aantrekkelijk zijn om een lespakket uit te bouwen. Centraal gelegen doorheen het hele perceel bouwen we een Finse piste uit die in een tweede fase aansluiting krijgt op de zone rond de sporthal. Zo kunnen we ook sport integreren in ons huidige plan. Op de zijflank kiezen we ervoor om projecten te ontwikkelen met de buurtbewoners, waar ook we gaan voorzien in wateropvang, groente en fruit. De uitwerking van deze plannen zullen starten in februari van dit jaar. Uiteraard blikken we ook nog graag even vooruit naar de tweede fase van ons masterplan. Daarin willen we een overdekte ruimte creëren naast lokaal 1010. Deze ruimte kunnen we door de goede beschutting permanent inzetten als buitenklas. Daarnaast willen we ook investeren in een afgebakende sportzone op de speelplaats van de middenschool. Voor het Atheneum zou fase 2 bestaan uit het doortrekken van de Funse piste op het grasveld hier langs de sporthal. Naast die Funse piste zouden we ook heel graag een fietometer uitbouwen voor tijdens de lessen LO. Eveneens zouden we in een latere fase samenwerken met de buurt en met de Vos voor een leuk moestuinproject. Om alles volgens plan te kunnen laten verlopen, hebben we uiteraard extra budget nodig. Dus we hadden gedacht om de komende maanden verschillende acties op poten te zetten, zoals een bloembollenverkoop, een moederdagactie, eventueel een hondenwandeling en een wafelverkoop. We hopen met deze diverse acties uiteraard zoveel mogelijk mensen aan te spreken en we hopen dat jullie meedoen. De werkgroep MOS staat natuurlijk niet alleen in voor de voorbereiding en uitvoering van de plannen. Ook onze leerlingen zullen actief betrokken worden. Wij hopen dat we jullie hebben kunnen warmmaken voor dit project dat onze school een enorme boost zal geven. We rekenen ook op jullie samenwerking, want alleen kunnen we deze plannen natuurlijk niet realiseren. Jullie horen dus nog van ons.